Kostak for, Horshock for, Matthias Blessers. Lots of attacked Ludovic sur de Roos. Oh, wat een snipte. Heel, nieuwe koopman. Ludovic van Claire. Zenuwachtig wachten achter zijn motor. Hij heeft pas gisteravond kunnen oefenen, dus, maar u ziet het. Het is ook een jongen die supercross rijdt. Ook in Duitsland deelgenomen, Ludovic Magler. Ik denk toch wel dat deze jongens er een klein beetje bovenuit komen. Matthias Blessers, uitstekende rijder. Was waarschijnlijk niet zo gewend aan die indoor motocrossen. Als ik even kijk naar de top 10 over zeeskampioenschap, dat is dan outdoor motocross, dan hebben er zeg maar een tweetal rijders hier gemeld voor die indoorcross. Jongens hebben toch wat schrik, denk ik, om zich te blesseren. Wat misschien nog soms wel begrijpelijk is, maar wij moeten een beetje van alles thuis zijn, want dat is toch wel een goede training ook, hè? Technisch gedeelte. Wellicht is er niet meer in tegenwoordig. Voilà. De man die doorgaat, felicitaties op. Een applaus. Nationaal.nl. En dat zijn de Engelsman Adam Chatfield. En Ashley Greeley. En Engelsman Roosje nu. Dit is Ashley Greeley die de leiding heeft genomen voor Adam Chatfield. Hier onderweg op een SX2 machine. Is denk ik wat meer die zwaardere SX1 overgewoon. Zo heeft het toch in de Duitse supercrossen gereden. Ja, het zijn spektakelmannen, jongens. Kom aan, aanmoedigen. Onze Engelse rijders, Ashley Greeley. Daar hier gebracht, uiteraard, dat zijn de houthandel. Een zweestekje. En motor 2000. Ja, ja, het wordt spannend, zo spannend. Het nummer 64. Nog even sluis. Daar heb ik ondertussen. Ja, die heeft aan de leiding. Voor het nummer 174. Dat is niet versluis, sorry. Het is de Duitse rijder. Die de leiding heeft. Ook nog op het podium staan met voor jaren terug, denk ik, hier in de Zeeland. Hallo, Foutje! Foutje van Deversluis. En die moet opnieuw in de achtervolging nu. Ja, het zijn toch wel de kleppers die zich plaatsen vermogen. Dominic Thury. Voilà, we moeten even het verschil tussen een viertak en een tweetak motor. Een viertak motor uiteraard wat meer power, wat zwaarder om te besturen natuurlijk in supercross. Een meer behendiger tweetak motor, maar die verliest dan wat minder power denk ik.
ale przeszło. Dobrze, pizza, prezę, pizza, ale. Jeden, dwa, wykuć, ale Dominik Czuli. Koszot, Jack Brennell, take it off all you people. Name the manager, the manager, the manager, name the manager. Maar dit jaar heeft hij dat speciaal aan de kant laten liggen voor hier in Goes te schitteren. Maar het is nog niet gedaan, hè? Het is nog niet gedaan. We hebben nog één ronde. Jurgen Wiebo, Jack Brunel. Jurgen Wiebo, de West-Vlaming. En de 21 Cindy Lois Winkel op de Kawasaki van Lionel. We gaan naar de laatste meters, het was nog zo beslissen! Tegen af van Jack Brunel! Ho, 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 ho! Schitterend van Weber, tegen af van Jurgen Wiebo nu! Ah, op in de bal! Wat een sensatie! En Jack Brunel is de snelste die weg staat. Ja, ja, de mensen gaan op de toppen van hun tenen staan, dat hebben we ook voorspeld. Maar pech voor Jurgen. En de mensen die het getest hebben. Voilà, eerste halve finale. Wat een... En is dat Ludovic Magler? Jawel, Ludovic Magler, de Franse rijder. Van de sponsoren dus, van... Jack Brunel, gaat hij naar de finale gaan, gaat er volgens mij een ronde. Als je dit eigenlijk kent, Jack Brunel gaat toch iets groter onder dan Maxwell. Ludovic Magler die haalt er alles uit zijn Suzuki, om in eerste instantie in een achterwiel te komen. Om een aanval in te zetten. Want dat is in zitten niet mogelijk. Op deze achterkant. Voilà. De eerste finaliste. Uw applaus voor Jack Brunel. Felicitaties, Ludovic Magler. Kijk onze dames, voilà, tweede halve finale, de winnaar gaat naar de finale, Jack Brunel. Twee ronden, volle gas, hier in de Zeeland vallen. Kostbaar voor Ashley Green. We gaan naar een spannende serie, want die kunnen niet als de zomaar niet laten opzij zetten. Door Ashley Greeley, zoals gezegd, Duits supercrosskampioen geworden. Alias Rotterdam aan de kerk. Na vier wedstrijden in Stuttgart Tennis, München, Boedapest, de Westfalenhalle. In Dortmund. Ashley Greeley. En gaat hij naar een Engels duel gaan straks. Dat ziet er zo naar uit. En dat zal volgen geven.
Street, and the whole lot proper, also that master, the skill by me, the best of all to make it for the orchestra. This is the master of the main komen, maar het loopt beter af dan zijn we in de Vivo. Ze blijven op de motor. Dat zijn motor 2000 uiteraard. Dat is natuurlijk ook de houtzakkel.